Woerden lag zaterdagavond vol in het pad van het noodweer wat over Nederland trok. Iets na 9:30 bereikte de eerste heftige regen- en onweersbuien Woerden. Hierdoor is onder andere de Tap to Woerden, een evenement met 2700 man publiek, voortijdig gestopt op last van de brandweer. Toen de bezoekers net 5 minuten weg waren, brak het noodweer echt los. In de hoek van de arena, ten hoogte van restaurant Breuren, vielen hekken om door een windvlaag. Het noodweer leverde uiteraard ook mooie plaatjes op. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.